melding dat iemand achterin schade heeft gereden. Ja. Oh, heeft geen schade, voor mij heeft u wel schade, toch? Ik laat u wel zien, komt u, kijk. Ja, hier een heel klein beetje. Ik weet niet of u... Een melding van de parkeerafdeling. Kijk, ziet u uw schade hier? Ik heb een melding materiaal van de parkeerafdeling. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we in Utrecht. Ik ben niet alleen zoals je ziet, ik ben met mijn brada, Videp. Jullie zien het. Video's. We gaan vandaag twee video's opnemen, eentje voor zijn kanaal, eentje voor mijn kanaal. Voor mijn kanaal, deze video, gaan we vandaag de verkeersregelaars prank doen. We gaan bij mensen gewoon auto's stoppen, fietsen stoppen en dan de gekste shit verzinnen. Maar, voor we dat gaan doen bro, hebben we wel twee huisjes nodig. Want anders gaan we niet geloofwaardig overkomen. Ja. Heb je de action? Dus we lopen even de action naar lekker dan man in. En dan kopen we even twee huisjes man. Dit wordt weer lachen. Kom lekker met ons mee. Let's go. Oké, we gaan even op zoek naar een huisje. Kijk, ik zie eentje daar. Ja? Oh ja, klopt. Kijk, hier zijn die huisjes dan. Maar dan is de vraag hoeveel ze kosten. Maar ik denk een euro of zo, toch? Ja, ik denk het wel, man. Oh, kom, we pakken deze. Oké, deze gaan we dus gebruiken. Welke maat draag je? Ik zie XL. Oh, is iedereen hetzelfde? Heb je XL? Wat staat hier dan? Oh, XL. Ja, is wel gewoon goed, toch? Maar daar valt niet groot. Het gaat lekker alsof ik erin zwem. Nou, kijk even wat andere maat is. Wel een beetje druk, mensen, zoals je ziet. Het is natuurlijk een doordeweekse dag. Hoeveel zijn ze? 1,80. Wee yo, mensen, jullie moeten doneren, man. Ik zei, jullie moeten doneren. Maar zijn allemaal XL's. Allemaal, man. Oh shit. Is goed, dus we halen deze en dan gaan we naar buiten. Let's go. Ik heb een paar ideeën in mijn hoofd. Bijvoorbeeld, wat we kunnen doen, is dat wij dan een auto gaan stoppen. En als die auto is gestopt, dat wij dan bijvoorbeeld in die auto springen. En dat we die auto als het ware stelen. Of wij springen in die auto en we zeggen, je moet ons ergens droppen. Zoiets bijvoorbeeld. Ja, ja, gewoon als een taxi. Gewoon zo. Dus ik ben benieuwd hoe de mensen gaan reageren, of ze boos gaan reageren of niet. Maar we gaan in ieder geval eerst naar voren, want daar is de weg. Laten we hem oppakken. Zo gaan we het zien. Mensen, we zijn ready. Zoals je ziet, stagevergoeding is niet gegeven. We krijgen ook niet betaald. Allemaal gratis, maar maakt niet uit. Hier is een mooi paardje. Hallo, hallo. Je mag niet lachen, hè. Mag niet lachen. Mag niet lachen hier, hè. Oké, dat is een beetje dus de bedoeling. We gaan een beetje mensen op de grootste bullshit aanspreken. We gaan ze gewoon lullen in principe. Gewoon lullen. Inderdaad. Oh, we gaan het zien. Dus kom lekker met ons mee. Ja, kom maar. Kom maar door. Het is wel 4 euro per uur, maar ja, we moeten het doen. Ja, hè? Meneer, het is niet de bedoeling op de weg meneer, te lopen. Nee, je mag niet hier lopen. Hè? Je gaat boete krijgen als je hier loopt. U heeft een stoep, hè? Ja. Oké, okay. Meneer, u loopt weer daar, meneer. Nee, ja, mijn neem ze niet meer. Ja, is goed. Ja, volgende keer. Oké, ja, maar geen probleem. Oké, mensen, dus in principe, die mensen van die kan komen er nu niet. Vandaar komt er. Dus Roman, jij kan die kan niet mee pakken hier. Als ik hulp nodig heb, dan moet je keren naar mij en dan gaan we ze klemmen. Juist. Klemmen. Even stoppen, meneer? Ja, even stoppen, meneer. Hoe deze fiets is van mij gestolen. Laat me even naar die code kijken. Meneer, kun je doorlopen, meneer? Hallo, meneer? Oké, deze hele groep gaan we klemmen. Even stoppen. Kunt u hier... Er is een fiets hier gestolen. Een fiets hier is gestolen, dus we moeten... Binnen de lijn, AUB, binnen de lijn. Een van jullie fietsen is gestolen. Dus binnen de lijn. Huh? Hoe bedoel je? Binnen de lijn, mevrouw, AUB, binnen de lijn. Ja, rustig aan. Kijk, let op. Hey, meneer, wij wouden straks met z'n tweeën naar de hoeren gaan. Ik weet niet hoe dat bij u zit. Volgens mij is dat wel fijn aan een dagje werken, of niet? Vandaag niet. Ah, dan bellen we je morgen wel, ja? Is goed, bezorgd, hè? Hey, rustig aan. Ja, rustig. De weg. But you cannot... No. Next time when you bike, you have to take... You must take... You must go like this. Yes, you cannot bike in the line. Yes. Thank you. Weet je wat ik tegen die man zei van dit DHL-busje? Nee. Ik zeg zo, ik en hij gaan straks naar de hoeren, kom je mee? Oh, ja. Ik hoorde het net. Meneer? Hey. Meneer. English, Dutch? Nederlands. Oh. Ja. Meneer, we hebben de beste coke uit Utrecht. Nee, kwaliteit, man. Kwaliteit. Geen coke? Ik weet niet mensen geen coke willen. Dat is deze. Oh, dit. Mevrouw. Kunt u mij misschien ook bezorgen? What? Oh, English? Yes. Can you deliver me home? Oh, no. Can I go inside the bag? Oh, you're so small, so yes. Oh, okay. No, try to be funny. We will sit on your head. Okay, can I take a pizza in the bag?
I'm gonna take one pizza. Is that food? One pizza. Oh, we have the salami. All right. Can I take one? Can I go, please? Can I take a pizza? No, you can't. One slice. One slice. It's just one slice. Come on, guys. One slice. All right. But you look nice, by the way. Have a nice day. Bye. Yes. Is dat wel fris uit? Ja, man. Jongeman. Goeiedag, meneer. Het is een technobike. Wat zijn we aan het doen? Van missen deze, hè? Ja, het is volgens mij wel deze, want we hadden een melding dat een fiets was gestolen. Ja, kom kijken. Ik zie 6061 PG. De bike is stolen hier in the place. En I think this is him. Did you steal the bike? No. Is this yours? Yeah. It's rented? No. You bought it with cash or PIN? This bike belonged to my grandpa. Which... Stop the cap! No, they all lie. They all lie. Do you live for years here or are you just here? I've been here for years. Yeah. How many years? Five. Oh. Wait, how much is deze, man? This is all deze. This is the bike, man. Can you please hop? Step off the bike, please. Can you please step off the bike? Sir, we don't want to... Can you put it on the stand? We don't want to fight. We don't want to take this to the higher hand. Can you please step off the bike? Hey, wacht even. Is this your bike? Yeah, this is my bike. Yeah, you sure? Saying it's car. Nee, yeah. It's not deze. It's not that one. It's this one. It's this one. This bike. Yeah, it's stolen. Yes. It's stolen. Messing around? I'm not messing. Why should we do that? Do I look like I'm messing around to you? Yeah, there's a camera right there. So they're filming our work. Why would they film your work? Why not? Because that's proof. Hey, black on white. I'm sorry, man. It's not stolen. He's my best friend. Yeah. Yeah, he's my best friend. Okay, this isn't stolen. This is. Why would they steal a bike that's this messed up? You're asking me why maybe you stole a bike. I don't know. Why? I'm just looking at the call right now. Okay, I fixed it. This one is not stolen. This is reported that it's stolen because of the code. Can I see the report? No, that's why I step off the bike that we can do it professionally. And what's inside here? It's a basketball. You can check. A basketball. We're just fucking around. I'm joking, bro. We're joking. Yeah. All right, have a nice day, guys. Have a nice day, bro. Be safe. Ciao. Oh, can you please stop? This is my girlfriend. Yeah, really? Come on, man. You stealing my girlfriend right now? We gaan weer door. We gaan nu naar de auto's. Met die basketbal. Ik pak in één keer de grenkel wat dat weg. Hoi, meneer. Hoi. Goeiedag. Lekker gewerkt? Hoi. Nederlands? Dutch? No, Deutsch. Oh, did you work well? Because it's not my turn, to drive the bus. To Frankfurt, right? Yes. Yes, I could. Yeah, okay. But I can drive, yeah? It's Are you registered to drive? Because has nobody told you that it's actually his turn? It's my turn. Where is your... Oh. What language do you speak? English and Italian. Oh, Italian. No, and English. He is registered to drive the car, so now you go where you need to go. Yeah, okay. And he's going to drive the car. Yeah. It's registered in... Where is your car? Oh, hell no! Can we drive? No, you're not to drive. But it's my bus. Ik ga even stuk wat zeggen, zeg. Misschien die volgende bus. Ja, die volgende denk ik dan. The next bus. Hi, meneer. Het is onze beurt, toch? Zo? It's our turn to drive. Yeah, thank you. Now it's... Do you speak English or Dutch? Oh. It's Arthur to drive, right? I drive the bus? Yes. Okay. He is registered to drive the car. Did you get not... Nobody called you? No. Can I drive? Nobody calls these people. Okay, we hebben genoeg gehouden met die bussen. Yo, boys. Zijn jullie Nederlands? Broer, ik kan één gekke trek. Ik wil dat heel graag voor mijn video. Kan ik dat doen? Ja, bro. Ik kan één gekke trek. Nee, maar ik kan hem gooien. Oh, jij kan hem gooien? Ja, kan ik hem ook goed gooien. Kan ik dat proberen? Hier zo. Die? Juist, soldaat. Oké, mensen, we gaan even die trek gooien. Ik heb hem ooit gezien op YouTube. Oké, daar komt die. Je moet opletten, bro. Je moet opletten. Alsjeblieft, man. We zijn eventjes de auto's aan het de goede kant aan het opsturen. En we proberen bij eentje even in te stappen.
Die Tesla zal mooi zijn als we daarin stappen. Zeker. Maar hij gaat helemaal beroemd worden, broer. Je moet gewoon ouderen. Je moet zeggen van, oh, je bent precies op tijd, man. Precies op tijd en dan stap in. Oké. Mensen, dus nu zijn we aan het wachten op iemand. Want dan gaan we instappen alsof ze wel een taxi zijn. En dan gaan we naar de hoerentent. We stappen gewoon random bij eentje in. Deze, man. Deze? Ja, man. Ja? Vrouw, ja. Hè? Vrouw, hè? Vrouw? Doen? Nee, vrouw niet. Maar het is vrouw. Mensen vrouw die... is een beetje Hayek. Vrouw zijn gevoelig, toch? Ja. Ze gaan het brengen naar de zaak. Heb je niet deze dan? Vrouw. Nee, is man. Man? Ja, stoppen we hem? Kom, we stoppen. Ja, stop man, bro. Je bent precies op tijd. Je bent op tijd, man. Kun je ons brengen bij je station? Nee, man. Station. Huh? Station, man. Ja, toch, je bent al die Uber? Nee. Oh, sorry, man, bro. Oh, ja, sorry, man. Sorry, man, bro. Meneer, we hadden een melding dat iemand achterin schade heeft gereden. Ja, man. Oh, u heeft geen schade? Volgens mij heeft u wel schade, toch? Ik laat u wel zien. Komt u, kijk. Ja, zelf voor mij een beetje schade. Ja, hier een heel klein beetje. Ik weet niet of u... Een melding van de parkeerafdeling. Ja, man. Kijk, zit u uw schade hier? Ik heb een melding gekregen van de parkeer dat u zeg maar een schade binnengekregen. Oh, sorry. Wat gaan we doen? Oh, sorry meneer. Ja, ik dacht ik ga even slapen in de auto. Excuus. Sorry. Ja, toch. Oh, okay. Is goed dan. Hè. Ja. Voorzichtig, ja. Maar daar hebben we verkeerde mannen binnen gekregen. Deze man zit ook nog filmen. Oké, mensen. Voordat ik in die auto ging stappen, zo'n man daarvoor ging ons helemaal filmen. Zo van, hij dacht, we gingen die buggy echt stelen. Maar deze, ik zei, priceless. We moeten toch weg. We moeten zo snel mogelijk weg, want ik denk dat de politie en zo gaan bellen. We gaan heel snel weg. De video is goedgekeurd, ik zeg. Ja. Deze was echt doodlachen. Uit. We gaan zo snel mogelijk weg voordat de politie komt. Loes, doe. Huh? Ik weet niet, mensen rennen weg. Die man is achter ons aangerend. Oh ja. Dat is helemaal goed, Lustig. Hey, wat mensen, accu is trouwens uitgevallen van de camera, omdat die is uitgevallen. We zijn bij de Five Guys, we hebben echt gerend, ik zweer voor live. Hij ging naar eigen richting station, ik ging hier naartoe, we zijn uit elkaar gegaan, nu zijn we weer samen. Bro, wil je bedanken, bro. Dit is sowieso een banger, ik zweer. Deze is echt op de kaart gezet. Voor iedereen die gekeken heeft, dankjewel voor het kijken, bijna 10.000 subscribers. Vond je het leuk dat WeDab meedeed? Misschien nog in de toekomst nog een keer. Kanaal staat sowieso in de beschrijving van hem. Abonneren zou ik zeggen. En ik zie jullie in ieder geval volgende week vrijdag om 3 uur. Ik hou van jullie en tot de next keer. Ciao. Trap, get racks every day. She fuck with me now, I told her to lay. My hook in the water, she liking my babe. Ain't saving a hoe, I don't wear a cape. You beef with me, don't think you ever safe. I hop in the phone and drive like a race. We sipping the Henny, I don't need a chase. We dodging the feds and catching no case. I stay in the trap, get racks every day.